De dierenbescherming van Heerenveen heeft de beschikking gekregen over een hondenvangkooi. Het was altijd al een grote wens om een eigen hondenvangkooi te hebben. In het noorden was niet één organisatie die zo'n kooi heeft. Vorig jaar liep een hond bijna 3 weken rond in de omgeving van Wolvenga. Medewerkers hebben alles geprobeerd om de hond te vangen, maar dat lukte niet. Totdat er een hondenvangkooi kwam, elders vandaan gehaald, en de hond was binnen een aantal uren in de kooi. Het was dan ook een grote wens van de dierenambulance om een dergelijke kooi in eigen bezit te hebben. Medewerkers van de dierenbescherming namen contact op met het Friesland College afdeling bankconstructie. 2 leerlingen van de Heerenveense vestiging, Tim ter Haar en Marcel de Lange, gingen aan de slag en hebben de hondenvangkooi gebouwd. Het materiaal is geschonken door Smitstaal uit Heerenveen. Binnen 2 weken was het project gerealiseerd. Dinsdagavond werd de kooi officieel overhandigd aan de dierenbescherming.